Goedemiddag, woensdag. Weer de QA-sessie 26 juni, de dag na de persconferentie. Hoe voel je je terwijl je gewoon gisteren naar die persconferentie hebt gekeken? Moet ik het zeggen, teleurstelling omdat ik hoop had. Maar ook de toelichting met name van Kuipers, had ik het gevoel een soort uh, ja, buitenspreekpop van uh, het RVM, van, uh, van Diesel geworden, wat hij daar zei. Uh, riep op een gegeven moment over de vraag van wat ga je doen, ga je door met corona toegangspas. En die zei ja, dat onderzoek heeft toch laten zien dat dat 15% positief effect kan hebben. En als je gewoon naar het rapport kijkt wat ze gekregen hadden, was het A niet 15%, maar B, daar stond ook nog: in de, dit hebben we berekend op basis van Delta, op Omicron is het effect van de coronatoegangspas nog veel kleiner. De, 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 de deskundigen die dat onderzoek gemaakt hebben, werden geïnterviewd en zeiden: in een Omicron fase is die coronatoegangspas. Die werkt eigenlijk niet Dat heeft helemaal geen zin meer. En dan gaat dus Kuipers roepen 15 procent. En dat vond nee. ik symptomatisch voor zijn aanpak. Ze zijn nog steeds niet ge gedraaid vanuit, laat ik zeggen, het delta-sfeertje naar het omicron-sfeertje. Maar goed, ja. we gaan even deze cijfers doen. Het aantal positieve testen betekent niets meer. Dit is natuurlijk wat ze steeds hebben gezegd. We sturen op ja. de zorg. Nou, wat blijkt. Afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnames met 15% gestegen. Dat is 8,55% ten opzichte van 7,41%. Maar interessant is dat de bezetting in diezelfde periode nog met 2% gedaald is. Aan en de ene kant loopt die bezetting altijd wat na ten opzichte van de infloop, want in feite is de bezetting een saldo van wat gaat erin en wat gaat eruit. Maar er is iets ja. anders wat we weten van uh, Omicron dat de lichtduur korter wordt. Dus het kan best zijn dat we in de komende tijd 10-15 procent meer bezetting hebben. Ik zeg maar wat. Maar de bezetting naar beneden gaat. De uh, opname van de IC's is met 34 procent gedaald. En dat ja. was steeds het meest belangrijke. En, maar de bezetting is met 17 procent gedaald. Want ja, de mensen die nu op de IC's liggen, die liggen er gemiddeld twee drie weken. Nou, nou is het fascinerend. Als je even naar deze 65 kijkt, dat zijn er 10 per dag. En er zijn ruim 70 uh, ziekenhuizen met IC's. Dan hebben we nu, de druk op de ziekenhuizen is, één COVID-patiënt per IC per week. Niemand heeft het er ook meer over. Maar uh, wat, uh, wat geroepen werd, ja maar jongens... Denken om. De cijfers zijn nu aan het dalen van de IC's, maar met zo'n grote toename van besmettingen, het kan best zijn dat de IC's dus fors gaan stijgen. Nou, en wat er dus gebeurt, en dat is wat je dus elke keer bij de besluitvorming hoort, en ook die, van disson uh, de Kuipers nu hoorde zeggen, ja, het kan meevallen, het kan tegenvallen, en we zitten te koersen op dat het uh, misschien tegenvalt. Daarom zijn we voorzichtig. De 90% van de sneltesters die is positief. Van de mensen die niet sneltest waren, maar binnenlopers, dat was 21% positief. En dat is nu 27% positief. Tweederde van de positieve testen zijn van sneltesters. En daardoor heeft bijvoorbeeld afgelopen maandag. 50% van de mensen die getest zijn, zijn positief getest. Dus laat ik zeggen, ja. iedereen. Die graag COVID wil krijgen, die kan het beste naar een testcentrum gaan. Want de helft van de mensen die in de rij staan, zijn positief. Wordt positief getest. <laughs> Als er nou één plek is waar de, de besmette mensen elkaar uh, ontmoeten, is daar. Oké, okay, dit is de stand van vandaag. 150.000 testen, 77.000 positief. 51% positief. Bedenk even, die 150.000 kost de overheid 50 euro per stuk. Dus dit is, is 7,5 miljoen afgelopen maandag. En de helft daarvan is uitgegeven voor sneltesters. die een, een QR-code willen hebben door een positieve PCR. Ja. Zo, zo, gek, zo gek zijn we inmiddels bezig. En wat gebeurt er nu? 150.000 is de maximale testcapaciteit van de GGD. En vanaf vandaag doen ook de particuliere te testers mee. En dus gaan de komende dagen we misschien naar 200.000 of 220.000 testen. En dit gaat nog eventjes omhoog. Kost ons ondertussen als, als samenleving 10 miljoen per dag. Inderdaad, die 7,5 miljoen, nou, dat is nog peanuts eigenlijk vergeleken met de andere schades. Hoe zit het? Zit er al een kentering aan te komen? Zit, gaat al de hoeveelheid groei omlaag? Zoals we in Frankrijk zagen we net, in Engeland zagen we net. Er komt een omslag. Ik denk dat we daar heel dichtbij zijn... Maar het moment dat we die kunnen vaststellen, dat is waarschijnlijk als alle extra testcapaciteit is opgeschaald en dan we naar beneden gaan. Want mm -hmm. we hebben hier bijvoorbeeld 77.000 uh, positieve, maar in de werkelijkheid in de samenleving denk ik dat het er veel meer is, of weet ik zeker veel meer. Testen voor toegang, die staan nu op 5% positief. En die stonden ja. in des, begin december nog uh, onder de 1. Dus onder die groep is het verviervoudigd. Dus als, als dit het voor Nederland zou gelden, zou het 850.000 mensen per dag positief gesmet zijn. Ja, maar ik denk dat de schatting nu tussen 500.000 en 750.000 is. Per dag. Ja, nou dat, betekent, nou, dat betekent dat we vrij snel op zijn. We hebben maar een x mensen die besmet kunnen raken. En het is echt niet zo dat iedereen allemaal omicron nog krijgt. Ik bedoel, er ontstaan wel herinfecties, maar er zijn ook mensen die al beschermd zijn. Ik bedoel, het verhaal ook gisteren van uh, Rutte, dat het nog veel meer kan stijgen. Als het stijgt, dan komt het alleen maar omdat ze meer testcapaciteit hebben. Maar ondertussen zou het in de bevolking al kunnen aan het dalen zijn. Um, deze is van gisteren. De, degene die snelst stijgt is 10 tot 19. Dat zijn er per dag meer dan 15.000. En hieronder, dat is de tweede stijging, dat is 0 tot 9. Dus alleen deze bij elkaar, dat zijn de scholieren al, dan zit je op een heel groot uh, aantal. 20 tot 29, die hebben al een beneden. omslag laten zien. Maar die waren de eerste die naar boven gingen. En hier zie je deze waarden die nog stijgen. Maar bij deze, de, de groep 60 en ouder, daar zie je, nou ja, dit zit iets weer aan het stijgen. Dit was die groep 50 tot 59. Die heel weinig IC-opnames hebben. Dus ondanks het feit dat ze van hier naar daar zijn gegaan... is de IC-opname gedaald naar ongeveer twee per dag. En hey, waarom is die 40 tot 49, waarom gaat die nog omhoog? omhoog. Ouders, ouders van schoolgaande kinderen. In mijn nabije omgeving heb ik daar drie voorbeelden van. De drie verschillende gezinnen. Ja. En weet je wat ze allemaal zeggen? Letterlijk allemaal. Als ik niet wist dat we nu um, in een coronaperiode zaten... Dan had ik me niet eens laten testen. Want ik, ja, ik voel me een beetje verkouden of een beetje pijn in mijn keel. Ja. Nou, we gaan verder. Dit is de opnames van de kliniek naar leeftijd. Hier zie je het begin van een omslag. Alleen het fascinerende is: de groep die het eerst is gaan stijgen is de groep onder de 30 jaar. Per dag worden in Nederland 1200 mensen onder de 30 in het ziekenhuis opgenomen. Als daar 2% getest wordt op COVID en positief is terwijl die voor blinde darmen of iets anders komt, zijn dat er al 24. Nou, dit cijfer staat ongeveer ruim op 30. Maar gelukkig is nu gezegd dat ze in de ziekenhuizen nu inderdaad gaan een onderscheid gaan maken... tussen met COVID of door COVID opgenomen. Wat je wel ziet is ook dat nu de 80 plus aan het stijgen is. Dus deze groep is het eerst geboosterd. En dat is ook al bijna twee maanden geleden. En het zou best kunnen zijn dat we hier al, al een soort begin van het afnemen van het effect is... Uh, dit is de IC's. En bij de IC vandaag uh, ik geloof ik 12, 13 opnames. En de IC is nog steeds aan het dalen, hè, de bezetting. We zitten nu rond de 250. Dat ga ik even terug. Dus ondanks het feit dat we hier een ontzettende stijging hebben gezien... van de 50 tot 59-jarigen... al sinds uh, eind december... zien we dus hier niks gebeuren. En die zitten nu op uh, 1, 2 per dag in de IC's. En dat was ook... Wat we weten uit, vrij, uit ieder land. Engeland heeft het laten zien. Zuid-Afrika heeft het laten zien. Ernstig ziek worden er maar heel weinig van Omicron. Dit zijn de cijfers van Engeland. Hier zie je voor heel Engeland het aantal opnames door COVID. En hier, dit verschil is met COVID. En terwijl het hier, laat ik zeggen, 80% door en 20% met, is dat hier. Ongeveer, 50 /50. ja, bijna 50-50. In Londen was het nog zelfs uh, 40-60. Dat heeft ook, ook met de ziekenhuiscapaciteit te maken. Maar we weten ook dat de tijd dat je in het ziekenhuis ligt met een Omicron-echte uh, klacht ook korter is. En dit zijn de Occupied. Hè? Er was dan ook een andere ja. grafiek van opname, maar de Occupied is eigenlijk veel interessanter. Dit is even Londen, Londen is de plek geweest waar Omicron in Europa samen met Denemarken het eerst is aangekomen. En je ziet ergens tweede week de uh, december een ontzende stijging. In, in Engeland heb je weinig uh, maatregelen, wel wat, maar weinig. En je ziet in een soort natuurlijke manier na vier vijf weken slaat het om naar een daling. Dit is als je het bij wijze van spreken gewoon laat uitrazen. Als je over de hele wereld kijkt waar Omicron uitbarst, elk land doet het op een andere manier en de curve ziet er altijd zo uit. Als je gewoon in Amerika verschillende staten met elkaar bekijkt, ze hebben allemaal dit patroon. En, ze, en de een heeft uh, maskers en een hele strakke aanpak en de andere doet niks. En het patroon is hetzelfde. Ik wilde nu naar Denemarken gaan. En Denemarken heeft, laat ik zeggen, vaccinatiegratis een fractie hoger dan Nederland. Ze zijn wat eerder gaan boosteren, zodat ze daar een voorsprong hebben. En wat je hebt, er wordt inderdaad veel meer getest. Zes keer zoveel als Nederland. En dus het aantal positieve testen is een factor... Ruim 2,5 keer zo groot als Nederland. Hoog. En daar gaat Kuipers ook naar verwezen. Ja, in Denemarken uh, ook veel hogere cijfers. De grap is, als je Denemarken pakt uh, met die veel hogere cijfers, is de volgende grafiek: Dit is het aantal patiënten op de IC's in Denemarken en in Nederland. Bij het vergelijken van de IC's moet je, eh, moet je bedenken dat het niet zo is dat alle eh, landen precies op hetzelfde niveau staan. België heeft per inwoner meer IC-plekken. Denemarken heeft per inwoner minder IC-plekken. Of in ieder geval voortdurend lager geweest. Dus je moet niet kijken naar het absolute verschil. Je moet kijken naar het patroon. Nou, wat zien we? Nederland heeft ongeveer, laat ik zeggen, begin december de golf van Delta. Uh, achter de rug en begint te dalen. En op een gegeven moment komt Omicron erbij, ergens hier. Maar het heeft geen impact op de IC's. Dus dat is wat we steeds beweren. Ze roepen: ja, uit het buitenland dit, uit het buitenland dat. Als je gewoon naar onze eigen cijfers kijkt, zie je gewoon dat in Nederland de snelle stijging van Omicron weinig effect heeft op de IC's. Geen effect heeft op de IC's. En Denemarken. Ondanks het feit dat ze zo omhoog gingen, gaan IC's omlaag. En weet je wat Denemarken nu gezegd heeft? Het is net aangekondigd dat of vanavond of morgenavond de premier gaat aankondigen... dat per 1 februari, net zoals Ierland dat al gedaan heeft, alle maatregelen eraf gaan. Ze stoppen met testen, ze stoppen met de QR-code, ze stoppen met alle maatregelen. Dus die ja, dat is een soort uh, telegraaf van Denemarken. En dit is de vertaling uh, wat je had... To abolish all remaining restrictions in the fight against corona. Het is niet omdat het aantal positieve testen uh, zo is gaan dalen. En het is ook kan niet wat... omdat nou Denemarken nou niet uh, streng was. Want die, kwam, die komen ook net uit een lockdown, waar ze ook echt de meeste dingen dicht hebben gehad. Nee, maar Denemarken als je de. Er is een soort index wereldwijd van de gestrengheid van ieder land ten aanzien van de maatregelen. En sinds november. Waar, waar Liepen wij veel zeer voor op Denemarken? Het enige wat Denemarken wel gedaan heeft, is rond kerst hebben ze de um, theaters en zo gesloten. Maar als je daar, het is ook zo: als je daar Denemarken, die staat er niet eens bij. Ja, België en Denemarken. Ja. Nou, Nederland hij staat hier. 69. Hij staat, hij staat hier uh, Denemarken staat helemaal onderaan op dit ogenblik zelfs. Nederland staat een beetje uh, ho hoog en, niet in de een beetje... En, dan, uh, en Duitsland staat her, ver uh, trots bovenaan. Wij zijn op een gegeven moment, uh, in november, naar die avondlockdown gegaan. En daarna de complete lockdown, en daarna hebben we het weer een beetje afgebouwd. En Denemarken heeft de, de horeca steeds open geweest. Op 19 december hebben ze vier weken de theaters en de bioscopen dicht gedaan. Wel is het nu weer open, maar wel open met 1500 mensen mogen erin. Wel met QR-codes, maar niet met afstandsrestricties. Buiten mocht je en mag je nog steeds alles doen. Ze gaan nu blijkbaar aankondigen. Het is over. En dat zegt ook hun van Dis al een, twee weken geleden... Ja jongens, het is niet meer dan een, uh, een klein griepje of een verkoudheid. Wat Ierland ook heeft gedaan. Want Ierland was best ook streng. En Ierland heeft per afgelopen zaterdag het overgrote deel van hun maatregelen gestopt. Ik bedoel, die mensen trekken de enige juiste conclusie die je op dit moment kunt trekken. Nou, wij staan dus en, eigenlijk met onze buren, staan wij behoorlijk bovenaan. de enige die dus niet, die het, uh, nog strenger is, is Duitsland. Ja, want Duitsland is dus op veel plekken 2G. Plus. En 2G plus betekent het volgende. Je moet gevaccineerd zijn en ook een PCR-code laten zien. Maar ongevaccineerden <laughs> mogen... Ja, je lacht, maar dat is in veel landen zo. Maar het is aan de andere kant... Beiren heeft zich als het ware afgescheiden van dat beleid. Dus in sommige landen begint dat nu te kantelen... omdat ze ook doorhebben... we leggen onze samenleving helemaal stil, maar waarom? En wat je nu ook hoort, dat hoor je van werkgevers... Die zeggen van: We hebben nooit zoveel ziekenpersoneel personeel, althans quarantaine. Dus onze bevoorrading begint uh, problemen te krijgen. En het enige waardoor dat komt is onze quarantainestelsel. Ons quarantainestelsel zou per onmiddellijke ingang ver, uh, opgeheven moeten worden. Met alleen aan mensen zeggen: Voel je niet lekker, blijf thuis. En de theaters die zeggen terecht. We mogen tot tien uur, wat al een gek tijdstip is. En we mogen maar een derde bezetting, wat nooit winstgevend is. Dus we zijn de facto gesloten. Dat is wat het. En dat is de komende zes weken nog weer. Maar ik kan me niet voorstellen met de ontwikkelingen die ik nu voorzie, dat ze zes weken lang het droog kunnen houden. Dat er niet zoveel weerstand in die samenleving komt, omdat gewoon met name die ziekenhuiscijfers. Ik denk dat de IC's, die nu op 250 zijn. Nou, het zou me ontzettend verbazen als het naar 350 oploopt. En dan komt een onderdeel van de presentatie van, van uh, Kuipers, waar ik verbijsterd naar zat kijken. Nou, verbijsterd. Ik weet, ik weet welke gaat komen, ja. Dat is deze. Die, ja. En toen zei hij, dan nou moet je kijken, hè, links de verdeling van Nederland, rechts mensen in het ziekenhuis. We hebben nauwelijks mensen met boostervaccinatie in het ziekenhuis. In dat rechter plaatje, die groene mensen, dat is anderhalf procent. En dan zie je aan de linkerkant de geboosterde 57 procent van de Nederlanders. En dat levert dan anderhalf persoon op geboosterd in het ziekenhuis. En ik kende de cijfers goed, dus ik was verbijsterd toen ik dit zag. En er stond ook bron RVM 19 januari. Als jij die bron ziet, 19, dan denk je, nou rechts, dat zijn de ziekenhuisbezetting op 19 januari, toch? En links denk je, nou, dat zijn de vaccinaties op 19 januari. Ja, dat is en dan, de twee dezelfde momenten met elkaar vergeleken, dat neem ik toch wel aan. Dat is fout één van je. Oh. Want als je de twee dingen echt met elkaar zou willen vergelijken, dan moet je de vaccinatiegraad van twee weken geleden nemen. Toen was het ja. niet 57 geboosterd, maar toen was het onder de 40 geboosterd. Nee. Oké. Okay. Nou, in Engeland nemen ze een periode van twee weken. En de verantwoording van dit onderzoek staat niet hoe ze dit hebben gedefinieerd. Maar bij de normale vaccinaties hadden ze al opgegeven dat de tweede vaccinatie pas gold 21 dagen of 14 dagen na de tweede vaccinatie. Dus. Als je binnen twee weken na je tweede vaccinatie besmet raakte, dan werd je ook meegeteld als ongevaccineerd. We weten nu dus dat ze hier hadden ze twee weken terug hadden moeten gaan. Maar als je dan ook nog vervolgens uh, twee weken wachttijd hebt, dan had dit vier weken terug moeten gaan. En die vier weken, als je daar dan terug gaat in de tijd, dan zou dit niet de 57 betreffen. Maar ik heb hier een grafiek. Dit is de boostercampagne en ik heb gekeken hoeveel mensen er geboosterd waren vier weken geleden. En dat was, geloof ik, 12% van de Nederlanders. Dus als ze deze grafiek goed hadden gedaan, dit gedeelte, dan had het dit niet 57 moeten zijn, maar dit hadden 12 geboosterde mensen moeten zijn. Dat is één. Okay. <laughs> dat is één. Ja, maar okay. het tweede, want dit was het onderzoek van 19 januari, dat was niet de situatie van 19 januari. Als je naar het onderzoeksrapport kijkt, dit betreft de opnames tussen 19 november en 13 januari. En wanneer begonnen wij met boosteren? Welke datum begonnen wij met boosteren? 18 november. <laughs> dus dit okay. aan deze kant, dat hadden er 12 moeten zijn. Ja. En dit is niet de situatie in het ziekenhuis, laat ik zeggen, rond 19 januari. Dit is de gemiddelde situatie. Omdat de ziekenhuisopnames aan het afnemen zijn, is het zwaartepunt van deze mensen de eerste vier weken in het ziekenhuis gekomen. toen er nog niet geboesterd was. Dus ik vind het een, een wonder dat er nog anderhalve man in het ziekenhuis geboesterd ligt. Ja, 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 ja. Dus dit klopt niet. Dat klopt niet van hoe lang geleden ben je geboosterd en dit klopt niet van de ziekenhuisbezetting. Uh, maar onze minister van VWS en zijn adviseurs het RVM slagen erin om bij een persconferentie waar heel veel mensen Nederlanders kijken deze grafiek te gebruiken. Nou ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat het opzet is, want dan zou het een stupide opzet zijn. Dit is een onzingrafiek en hoe durf je ja, zo'n grafiek te laten zien? Ik vind, het wel, ik vind het leuk om eventjes dan te kijken hoe onze belangrijkste nieuwsvoorziening dat beoordeelt. Kuipers wilde overtuigen met cijfers, maar was selectief. Alle argumenten die je hier gebruikt worden hier ook keurig uitgelegd, maar dan met zo'n titel. Kuipers wilde overtuigen met cijfers, maar was selectief. Dat is toch eigenlijk gewoon niet de conclusie nadat je zo'n onzinverhaal loopt te vertellen. Dat is gewoon belachelijk. Maar het was wel grappig dat hij met zo'n plaatje opkwam en, uh, en dat hij dan daarmee zo door de grond uh, zakt. En dat dan ook de, de NOS hem niet hard aanpakt. Dat is dan nog de witte broodsweken, of zo, schat ik dat, uh, schat ik dat in. moet ik nemen... moet Dus nu, uh, door iedereen wordt hij nou bekritiseerd. Kijken of hij de volgende keer wat kritischer is ten opzichte van die cijfers die door het RVM worden aangeleverd. Want dit is wel echt heel duidelijk dat dit niet kan. Er was nog eentje erbij, die ook gisteren behoorlijk werd bekritiseerd. Me en dat was dat rapport van de TU Delft. He, dat er tot 15% demping. En tijdens de persconferentie waren er al een heleboel journalisten die zeiden... ...ha, 15% als je overal 3G toepast, op het werk, in de winkels, op alle plekken. Als je dat niet doet, dan wordt het maximaal 5% in de, manieren waar, de plekken waar wij het nu hebben neergezet. En daar had hij toch ook best wel zwaar mee. Wat vond je van, die, van dat rapport van de TU Delft en hoe hij dat gebruikte? Hetzelfde laak en pak, want als je naar het rapport kijkt, dan zie je in de eerste plaats dat ze zeggen dat is voor, o is voor Delta. Bij Omicron zijn de cijfers nog ongunstiger. De, de, de auteur is geïnterviewd en die zei. Ja, met Omicron heeft 2G en 3G eigenlijk niet, geen zin meer. En dan gaat onze minister dat hanteren om te zeggen: Weet je wat, daar gaan we mee door. Kijk, wat ze in hun gezicht gaat ontploffen de komende weken, is dat die cijfers van de IC niet sterk gaan stijgen. En dat betekent dat ook de theaters gaan roepen. Jongens, waarom zijn we eigenlijk dichtgebleven? En je merkt dat iemand uit, uit van de culturele sector. vrij makkelijk aan tafel komt bij de talkshows. om een beklag te doen over wat er nu gebeurt. Dus we gaan, we gaan nu een crisissituatie in die nog meer wantrouwen gaat creëren. tussen de, de regering en een steeds groter deel van de bevolking. Die testcultuur, als we dat weg zouden halen, als we die quarantaine en die test weg zouden halen, wat zouden dan de, de gevolgen zijn voor, voor corona? He, dus voorspel eens even wat er in Denemarken gaat gebeuren volgende week. En wat dat zou gebeuren als we dat in Nederland zouden toepassen: niemand onthoopt Omicron. Als jij de komende weken niet besmet raakt, dan ben je er ben je gewoon goed beschermd voor geweest. Het enige wat dus dan we met We onze... hebben binnen een maand. binnen een maand heeft iedereen COVID gehad, zeg maar. Ja, maximaal. of minder, maximaal. Maar het enige wat we dus aan het doen zijn met maatregelen. als ze überhaupt werken. en de kans daarop is niet groot. dan vertragen we het moment waarop de piek komt. En die piek komt dan twee dagen later. Want. Ook quarantaine levert echt niks meer op. Want een groot deel van de mensen die het hebben, die anderen kunnen besmetten, doen dat al voordat ze überhaupt zelf weten dat ze besmet zijn geraakt. Besmetten sowieso hun familie, hè, zoals ik dat om me heen zie. Kijk, als we een veel erger ziektebeeld hadden en we met maatregelen de peak force kunnen vertragen, dan vertragen we ook de druk op de zorg. Maar op dit moment zien we dat de relatie tussen de besmettingen en de zorgdruk ja, bijna losgekoppeld is. Ja, met het ziektebeeld van Omicron zitten we in een situatie dat het lijkt op ernstige verkoudheid. of uh, een, een, een soort variant van een griep. En dan hebben we ook nooit getest. Uh, we hebben toch ook niet een grieptoegangspas uh, ooit geïntroduceerd? En nee, dat dus gezegd... ik ben heel benieuwd. Jij, jij verwacht eigenlijk gewoon dat volgende week als het in Denemarken al die maatregelen afgeschaft worden, dat dat gewoon geen gevolgen heeft voor de uh, opnames in de ziekenhuizen en dat eigenlijk het daarna gewoon als onderwerp verdwijnt van de agenda. Ja, want volgens mij weten ze ook niet meer hoeveel positiefs ze hebben, want die, die worden niet meer gemeten. Het enige wat je ziet is de druk in de ziekenhuizen op een. Alleen de grote vraag is, als je naar de Engelse en nu Ierse en Deense nu aanpak kijkt, laten ze alles los. Als je naar Duitsland, Oostenrijk en Italië op dit moment kijkt, ja, Duitsland, die minister, die wil nog steeds, daar doen ze 2G. Plus, die zit nog steeds over vaccinatieplicht te praten. In Oostenrijk is er een vaccinatieplicht. Daar werden trouwens al een hele tijd de ongevaccineerden, mochten de hele samenleving niet in. In Italië is het op dit moment ook uh, uh, verschrikkelijk. Iedereen boven de 55 moet verplicht gevaccineerd worden. En als je je niet laat vaccineren en je bent gepensioneerd, wordt er vanuit de overheid gewoon geld afgetrokken van je pensioen. Omdat je ongevaccineerd bent. En de grote vraag is of die landen ook de slag maken. En of wij in onze aanpak meer de Duitse lijn blijven volgen. Of dat we meer naar de Engelse lijn gaan. Dus de komende. 4, 6 weken is volgens mij de lakmoesproef. Of we loskomen uit deze gevangenis. Of dat we eigenlijk ja, moeten gaan toegeven. dat er een andere strategie achter zat. Een andere doel. Hè, wat, waar, we, waar we ons steeds van weg hebben gehouden om die conclusie te trekken. Nou, de komende 6 weken weten we het. Als we over zes weken nog steeds 3G of hebben en of 2G. Ja, dan is er maar één conclusie mogelijk: dat ze een, uh, een doel hadden rondom de QR-code om die een veel grotere rol in de samenleving te geven. Ja, Ik vond het heel interessant hoe je daar in de, in, in de nieuwe wereld uh, over gesproken hebt. Dus dat is een zeer aan, te bevelen, zeer aan te bevelen interview. Waarom blijft die Kamer geloven in het RIVM en OMT? Merk jij iets hoe die politici in de Tweede Kamer en, en daarbuiten, hoe die uh, eigenlijk nu aan het draaien zijn? Geloven ze die modellen nog? Want het is nu nee. toch wel een paar keer heel duidelijk echt dat, dat er geen bal van klopt. Nou ja, kijk, er zijn bepaalde oppositiepartijen die heel erg natuurlijk al niet op die lijn zitten. Maar wat het grote probleem sure. is, maar dat is altijd, altijd in de politiek geweest. Dat was 50 jaar geleden ook al. Dan sprak je met uh, uh, Kamerleden uit de regering. En die zeiden informeel heus wel tegen je. wat ze bepaald niet goed vonden van de, wat, welke besluiten ze genomen hadden als regering. En dan moesten ze stemmen. En dan stemden ze gewoon voor dat besluit, omdat. Als jij eenmaal in een fractie zit van de regeringspartijen, om dan iets anders te stemmen, dan word je er meteen uitgeflikkerd. En dat doe je dan niet. En je hebt Mona Keizer gehoord die zei: ja, binnen de regering waren we echt niet allemaal op dezelfde lijn. Maar op een gegeven moment wordt er een besluit genomen, en dat geldt voor die regeringspartijen ook. Wat cruciaal wordt, denk ik, als er onder de bevolking veel breder onvrede ontstaat, dan zullen de media zich vrijer voelen om tegengeluiden te gaan geven. Wat ze tot nu toe weinig hebben gedaan. Dat deden ze met al het beleid in het verleden wel, maar hier deden ze het niet. Dan zullen zij de moed gaan hebben, eindelijk, om te draaien. En als media in grote mate gaan draaien, dan gaan politici pas draaien. Maar zolang de media niet die draai hebben gemaakt, zullen politici gewoon op de lijn blijven. Van uh, we, we volgen de deskundigen van het R RVM. Misschien kun je meteen even doorgaan over. Uh, er was veel commentaar over dat als je heel, heel veel van die injecties neemt en boosters. dat dat leidt tot uh, afnemen van de natuurlijke afweer. Heb jij daar nog iets over gelezen? Ik heb wel behoorlijk wat doktoren gezien. die gewoon zeggen: jongens, daar kunnen we niet mee doorgaan. Vier keer is al veel. En het was ook wel grappig dat Rosanne Ersberger, dat is die microbiologe die een NRC een column heeft, die had een column geschreven van dat ze geen zin had om een Pfizer-speldekussen te gaan worden en elk half jaar zich te laten inenten. En er is ook geen rationale en er is ook geen noodzaak voor. Heb je nog iets van Iver McTine die studie uit Brazilië bestudeerde. Ja, die zag, er, die, die, zag er, die zag er zeer overtuigend uit ook. Maar ja... Als je dat roept als dokter, dan moet je volgens uh, Adje Kuiken uit het bigger gissen gehaald worden. Toen ik dat uh, die open brief van die huisarts uh, zeg maar, geplaatst heb op LinkedIn, toen ben ik eigenlijk ook verwijderd. Dat was een heel uh, goede brief van een huisarts die vroeg of zoveel mogelijk mensen het wilden delen. Dan kan je zeggen, ja, dat moet je eigenlijk doen. Alleen het punt is, als dan de consequentie is dat je dan er volledig afgaat bij LinkedIn of eh, Twitter. Ik heb nu 150.000 volgers, dan ben ik mijn podium kwijt. Het is verschrikkelijk dat het zo is. Ik bedoel, ja. als we één ding nu hebben geleerd met elkaar, is hoe verschrikkelijk dat soort monopolisten zijn ten opzichte van als er een crisis uitbreekt. Ik bedoel, daar hebben we ons wel met huid en haar aan de duivel overgegeven. Ik heb hem wel bekeken, maar het doet er echt helemaal niks toe. Als er een studie komt uit Brazilië, is het bij voorbaat al gewoon niet geaccepteerd in de, in de medische wetenschap. Het moet uit Engeland komen, het moet uit Amerika komen, uit Duitsland, Nederland. Het moet uit een selectief aantal uh, landen komen met een hele goede naam qua instituten. Wil het op een gegeven moment serieus genomen worden? Want we hebben al heel veel studies uit Brazilië en uit alle andere landen. Oké, okay, even nog een vraag. Het, uh, iemand die zegt, Analyse, het grote probleem dat alleen extreemrechtse partijen tegen het regering zijn en links wil daarmee niet geassocieerd worden. Is dat een argument, denk je? Het zou geen argument horen te zijn. Maar het is ook weer dat uh, verschil tussen de good mens en zo, weet je wel. Ik heb altijd het gevoel dat ik probeer de inhoud te bekijken. En als dat tot dezelfde conclusie komt als een linkse partij of een rechtse partij, maakt mij niet uit. Maar het is triest, nee. zo, werkt het, zo werkt het natuurlijk wel. Uh, je wordt geassocieerd. Ja. Ze doen het ook zo vaak: dat associëren. Dan hoef je niet meer op de argumenten in te gaan. Uh, ik had nog even een, uh, iemand die zegt van wij hier in Duitsland. en 2G plus is een poppenkast, bijna niemand houdt zich eraan. Geen enkele winkel heeft scanapparatuur. Je hoeft alleen maar te wapperen met je mobiel. Dan is het oké. Okay. Dus het is ook een beetje nog, uh, hoe wordt het uitgevoerd versus de uh, maatregelen. Ik snap ook wel dat het een podcast vaak is. Maar ja, het is wel zo dat ze indirect proberen om zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen. Hey, wat uh, kunnen wij de komende twee weken nog verwachten? Wat, uh, hoe schat jij in uh, hoe dat uh, zeg maar zich gaat ontwikkelen? Nou ja, wat, wat ik hoop dat dat, dat um, zeker als Denemarken echt dit weekend omgaat, dat daar toch veel meer aandacht voor gaat komen in de Nederlandse media. En dat in relatie met het feit dat wij toch nog steeds een van de strengste beleid hebben in Europa. Ja, het zou mij verbazen als het echt zes weken duurt voordat er een volgende persconferentie is. En als het wel zes weken duurt, dan denk ik dat het wantrouwen in de regering nog, nog groter wordt bij een steeds groter deel van de bevolking. En bedenk wel, dan heb je ook net de gemeenteraadsverkiezingen hè? over zes weken. Wat kunnen we daar nog voor verwachten? Gaat corona daar nog een grote rol in spelen? Het zou mij niet verbazen als in ieder geval de besluitvorming die dan komt wordt gedaan met in het achterhoofd die gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat gaat wellicht gaat andere krachten bewegen rondom dus de besluitvorming rondom corona. Oké, okay, we zien je weer okay. volgende week. Maurice, tot dan.